Telecommunicatie zorgt voor 95% voor het wereldwijd verbinden van mensen. Jaarlijks wordt op 17 mei aandacht besteed aan het belang van telecommunicatie voor de wereld tijdens de Internationale Dag van Telecommunicatie en Informatiemaatschappij. Het thema voor dit jaar is het versterken van de minst ontwikkelde landen door middel van informatie- en communicatietechnologieën. Janice Asraf, manager Corporate Communications van Telesuur, zegt dat Suriname helemaal klaar is voor de digitale transformatie die gepaard gaat met telecommunicatie. Asraf is van mening dat het zaak is om te beseffen welke belangrijke rol de telecommunicatie met zich meebrengt. Telecommunicatie helpt bijvoorbeeld bij het opbouwen van een land op verschillende fronten. In het kader van Wereldtelecommunicatiedag denk ik dat we ons allemaal steeds meer bewust moeten zijn van de rol van telecommunicatie in de wereld. Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend, maar het is ooit eens begonnen met een kabeltje tussen twee gebouwen. En men van de ene kant naar de andere kant met elkaar gesproken heeft. En vandaag kijk wat we allemaal hebben ontwikkeld. Telecommunicatie komt niet vanzelfsprekend. Het is geen wolkje dat plotseling maakt dat je kan bellen. Er komt heel veel bij kijken. Dat is iets waar we moeten realiseren. Het materiaal om deze dingen op te zetten, dat wordt niet in Suriname gefabriceerd. Dat komt uit het buitenland. En desondanks gaan wij als Telesuur ervoor om die trusted digital service provider te zijn voor de gemeente. Asraf stelt verder dat de samenwerking tussen de telecommunicatiebedrijven in Suriname belangrijk is, want dit zal bijdragen aan het verbeteren en de opbouw van deze sector.